In het huidige pensioenstelsel betalen jongeren veel meer voor pensioen dan ze ooit zullen ontvangen. In het huidige systeem bouwen jongeren veel minder op daar waar ze premie voor betalen. En dat kan oneerlijk uitpakken, bijvoorbeeld als iemand tot zijn 46ste subsidieert. Hij krijgt veel minder pensioenopbouw dan waar hij voor heeft ingelegd. Hij zit bijvoorbeeld bij het ABP of bij Zorg en Welzijn. Dan heeft hij jarenlang gesubsidieerd. Gaat hij op zijn 46ste voor zichzelf beginnen, dan verdient hij die subsidie nooit meer terug. En dat systeem, als je dat zou willen aanpassen, en dat willen jongeren, bijvoorbeeld in het 10-puntenplan, dat kan op dit moment niet. De wet staat dat gewoon niet toe. Dus als je dat systeem op die manier eerlijker zou willen maken, dan moet je beginnen bij de wetgeving. Die moet namelijk worden gewijzigd. Is dat een probleem om dat te doen? Nou, ten eerste, nog los van de politieke componenten, kan dat wel. Maar er zitten allerlei haken en ogen aan die ik nu niet ga benoemen van juridische aard. Bijvoorbeeld ook Europees recht, dat waar natuurlijk wel mee in lijn moet zijn. Want je hebt niets aan een systeem wat je op nationaal niveau gaat aanpassen, waarvan je later moet vaststellen dat het in strijd is met Europees recht. Maar ik geloof wel dat als je het systeem zo laat bestaan, dan heb je toch wel een probleem. Dus de noodzaak voor aanpassing is er wel om te voorkomen dat jongeren uit het systeem willen stappen, omdat ze dat oneerlijk vinden. En er zijn steeds meer jongerenorganisaties die daar ook achter komen en die daar een probleem van gaan maken. Dus niets doen lijkt me eigenlijk geen serieuze optie. Dus een rechtvaardige pensioenstelsel kan alleen door een wetswijziging? Als je het heel kort door de bocht zou willen formuleren, als je een rechtvaardige pensioenstelsel wil, dan zul je je kan niet om de wetgeving heen. Dus dan zul je de wetgeving moeten aanpassen. Niet altijd hebben economen er veel oog voor die... Nee, dat klopt. Economen, ik chargeer nu alle economen, scheer ik even onder één kam voor het gemak. Maar ik vind een heel treffend voorbeeld het pensioenakkoord. Mijn indruk is altijd geweest dat pensioenakkoord uit 2010, waar we dus dat dus nog steeds niet is ingevoerd, dat daar een resultaat uitkwam wat juridisch niet getoetst is vooraf. En wat krijg je dus? Zoveel jaar later komen de juristen die zeggen van ja, dat is een prachtig idee, maar we kunnen dat op deze manier niet uitvoeren. Het is een beetje preken voor eigen parochie, maar je hebt juristen echt nodig om tot een goed pensioenstelsel te komen als je de wet wil wijzigen. Als we naar een ander pensioenstelsel zouden gaan, waar moet ik dan aan denken? Waar je aan zou kunnen denken is aan meer leeftijdsonderscheid. Het systeem zoals ik dat net beschreef met jong en oud, waar jongeren eigenlijk te weinig opbouwen economisch voor de waarde van hun pensioen, dat zou je kunnen veranderen door juist meer leeftijdsonderscheid toe te staan. En daar moet de wetgeving of voor worden aangepast of voor worden aangescherpt, om ervoor te zorgen dat die economische wens ook om dat actuarieel onderscheid tussen jong en oud te maken, dat ook juridisch mogelijk is. Eigenlijk komt erop neer dat een pensioenstelsel wat we nu hebben niet geschikt is voor mensen die van een loondienst naar zelfstandig gaan of andersom. Daarmee verlies je altijd geld. Ja, in het huidige systeem, als je bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds zit, zoals 76% van de werknemers, en je gaat voor jezelf beginnen op je 46ste, dan verlies je eigenlijk gewoon pensioengeld. Het is onhandig vanuit pensioenoverweging om dat te doen. En ja, als je daar dat systeem zo in stand laat, dan betalen zelfstandigen daar eigenlijk dus een prijs voor. En dat is niet eerlijk.